Nieuw-Mond Suriname heeft over de afgelopen maanden een constructieve en betekenisvolle relatie met de werknemersorganisatie ontwikkeld op basis van regelmatig overleg. In het kader hiervan en de bestaande overlegstructuren betreurt het bedrijf de gedane uitspraken van de bond, welke niet een realistische weergave zijn van de actuele situatie. Er bestaat geen enkele reden te twijfelen aan de voortzetting van de arbeidszekerheid, zegt Albert Ramdien, directielid van Nieuw-Mond Suriname. De vakbond heeft ook aangegeven een goudgerelateerd pensioenfonds te willen vestigen, omdat de prijs van goud wordt bepaald door wereldwijde markten en internationale economische omstandigheden. Een pensioenfonds dat uitsluitend op goud of een enkele grondstof is gebaseerd, zou te riskant zijn voor de werknemers, zegt Ramdien. Ook omdat Nieuw-Mond Suriname geen expert is in het ontwikkelen hiervan. Het bedrijf heeft ook lokale en internationale experts die kennis dragen van de Surinaamse wetgeving en ervaringen uit het verleden aangetrokken om een pensioenplan te ontwikkelen. Nieuw-Mond Suriname heeft in de afgelopen 2 jaar alleen miljoenen US-dollars geïnvesteerd in het verbeteren van de compensatie van de werknemers. In de gemeenschap rondom Merian, als ook in het verbeteren van de infrastructuur in het gebied. Het bedrijf blijft gecommitteerd om met elke belanghebbende een positieve en constructieve relatie op te bouwen, ook met de Nieuw-Mond werknemersorganisatie. Aldus Ramdien, maar we verwachten ook dat een ieder op een verantwoordelijke manier inhoud wil geven aan het ontwikkelen van deze noodzakelijke relaties en dat op een juiste manier doet. Aldus Nieuw-Mond Suriname in een vandaag uitgegeven persbericht.